Welkom bij de sessie rond eindrapportering voor de projecten KA220 voor Erasmus Plus. Dit zijn de eerste projecten van deze soort die zullen aflopen binnenkort, de lump sum projecten, met het nieuwe financieringssysteem. Eerst en vooral wil ik enkele nuttige links meegeven. Die vindt u al, dat is eigenlijk voornamelijk onze EPOS website. Daar vindt u bij het tabblad projectuitvoering een link naar de beneficiary module, zowel als naar de, het Project Results platform. Dat zijn de twee platformen die u zal nodig hebben bij de indiening van uw eindrapport. De pagina waar u via deze link naartoe wordt geleid is deze. Allemaal digitaal. Dus de bovenste link is de beneficiary module, de derde is het Project Results platform. Daartussen ziet u ook nog staan de distance calculator. Jullie soort projecten zullen die niet meer nodig hebben, aangezien er geen gebruik meer wordt gemaakt van reisbudgetten. Dat is nu allemaal op basis van reële kosten. Onderaan ziet u nog de IT Tools Wiki. Dat is een link via waar u handleidingen kan vinden voor alle systemen die daarboven vermeld staan. Dus daar kan u zeker ook eens een kijkje nemen als u eraan begint, de eindrapportering. Goed, we gaan beginnen met het Project Results platform. Waarom beginnen we met die? Het is zo dat u daar eigenlijk alle resultaten moet opladen en indienen, alvorens u zal indienen in de beneficiary module. Dus dit is het eerste platform waar u zaken zal moeten indienen. En pas daarna gaat u dan uw rapport finaliseren in de beneficiary module. Eerst gaan we even door het inlogproces voor het Project Results platform. Dit is de homepage waar u via die link naartoe wordt geleid. Het is zo dat de persoon die als primary contact person staat aangemerkt voor het project, die kan standaard op het Project Results platform. Dus die kan daar aanmelden met dezelfde gegevens als bij het indienen van de aanvraag en als de beneficiary module. Om te kunnen aanmelden op het Project Results platform, klikt u eerst op Project daarbovenaan en dan op de tegel Manage My Project. Vervolgens gaat u klikken op Login to edit your project content en dan gaat u inloggen via dit venster. Dus u gebruikt daar het e-mailadres waarmee u bekend staat voor uw project in onze databank. Gebruikt u een ander e-mailadres, zal u zien dat u niet aan uw project gaat geraken. Dus dat e-mailadres is zeer belangrijk. Als u dan verder gaat, dan zal het systeem u ook nog vragen om een verificatiemethode te gebruiken. Dat kan een mobiele app zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld via sms. Dus er zijn verschillende mogelijkheden in het uitklapmenu. Als u op het grijze pijltje klikt, dan kan u daar uw voorkeur instellen. Eens u bent ingelogd, zal u een scherm vinden waar wij zelf natuurlijk geen zicht op hebben. Wij hebben een ander scherm als ikzelf en mijn collega inloggen. Maar deze opsomming zullen jullie ook zien. En daar vindt u ook de handleiding voor EPRP terug. Dus dat is die E+PRP Guidelines for Beneficiaries. Dat is een zeer gemakkelijke handleiding met mooie afbeeldingen, stap voor stap uitgelegd. Dus als u ergens op vastloopt, raadpleeg die zeker. Het is echt een handig ding. En u gaat veel sneller aan uw informatie geraken dan via mail met ons op sommige momenten. Dus een aanrader. Dat was voor zover EPRP aan bod komt. Project Results Platform, kortweg EPRP.
Maar we gaan nu vooral inzoomen op de beneficiary module, want daar gaat u eigenlijk uw eigenlijke rapport gaan indienen. Als u op de link klikt op onze website, dan komt u hier opnieuw terecht. U zal opnieuw met uw mailadres waarmee u bij ons gekend staat moeten inloggen. Vervolgens een verificatiemethode naar keuze gebruiken om verder in te loggen. En dan komt u eigenlijk op uw projectpagina terecht. Dus dit is de omgeving waarin u het rapport zal opmaken. Het beginscherm zijn de details rond uw project. En we zullen dan navigeren in het uiterst linkse menu doorheen de volgende slides. Er staan twee items in het menu die we op dit moment niet gaan behandelen. De Participating Organizations. Dat is gewoon overgenomen uit uw aanvraagformulier. En de Associated Persons. Daar beheert u de toegang tot de beneficiary module voor uw project. Dus dat zijn pagina's waar u zelf kan in werken, maar eigenlijk veranderen die pagina's niets aan uw eindrapport. Wij gaan nog eventjes dit. De presentatie en alle informatie rond eindrapportering en de criteria die, die daarbij aan bod komen, vindt u ook op onze website terug onder bibliotheek. Dus daar volgt u het hele lijntje en onder andere Annex 3 bevat wel wat cruciale informatie die u een beter begrip gaan geven over wat de krijtlijnen zijn voor de beoordeling van uw project en dan vooral op financieel vlak. Op inhoudelijk vlak gaat u vooral informatie vinden in de programmagids waar u uw aanvraag heeft op gebaseerd. Oké, dus we zitten opnieuw in het linkermenu. De work packages zijn het eerste item die u apart zal moeten invullen om uw rapport te vervolledigen. Het hoofdmenu van de work packages ziet er zo uit. U ziet hier drie icoontjes. Wij raden aan om ver weg te blijven van het vuilbakje, aangezien u daarmee uw work package kan deleten, wat eigenlijk niet de bedoeling is. U heeft de view-omgeving, dat is het blauwe icoontje met het oog, en de omgeving om te kunnen editen, en dat is het icoontje dat u gebruikt om aanvullingen te doen in uw rapport. Als u op dat groene icoontje klikt, dan zal u het volgende scherm zien. Voor het work package waar u het icoontje heeft aangeklikt. En dan kan u hier eigenlijk alle vragen terugvinden die bij elk work package moeten worden beantwoord. Dus u gaat elk work package toelichten en alle velden zo goed mogelijk invullen om uw rapport te kunnen vervolledigen. Doet u dat niet, zal u zien straks in het reportform dat u het project niet zal kunnen indienen. Die sterretjes hier, die rode sterretjes, dat betekent eigenlijk dat daar minstens iets moet ingevuld zijn om te kunnen indienen. We beginnen met een speciaal work package, namelijk project management. Daar staan andere vragen in dan in de andere work packages. Over het project management worden een aantal vragen gesteld, onder andere hoe de kwaliteit van het project is gemonitord en hoe u dat dan precies heeft gemanaged, hoe u aan budgetcontrole en time management heeft gedaan, hoe u met risico's en de implementatie van het project rond die risico's bent omgegaan. En dan ook hoe u er zeker van bent dat de activiteiten toegankelijk zijn en dat u op een inclusieve manier heeft gewerkt. Dan de volgende vragen.
zijn hoe u de digitale tools heeft toegepast. Dat is een van de prioriteiten ook van het programma. Dus wij willen daar graag iets meer over weten. En we willen natuurlijk ook weten hoe het verlopen is om op afstand met uw partners samen te werken. En dan, heeft u bijvoorbeeld aan green travel gedaan of heeft u andere milieuvriendelijke of ecologische maatregelen genomen om dit work package tot een goed einde te brengen? Het kan voor iedereen iets anders zijn. Bent u met de fiets naar een partner gereden of heeft u gewoon niks op papier uitgevoerd, bijvoorbeeld enkel alles digitaal? Dergelijke zaken, maar dat kan ook te maken hebben met uw projectactiviteiten en dat die dan op een bepaalde manier ecologisch verantwoord zijn. Dus dat kan een heel brede waaier en zaken zijn die u daar aanmaakt of benoemt. Dan de grant amount allocated to the work package. Dat is een beetje vreemd dat dat daar staat. Normaal gezien gaan wij ervan uit dat elk work package hetzelfde bedrag opgespeld krijgt als in het aanvraagformulier. Mocht daar toch iets gewijzigd zijn, kan u dat natuurlijk altijd aangeven. Maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat u dat zonder amendement zomaar gaat doen. Natuurlijk zijn er marges ingerekend. Maar goed, ja, wij verwachten daar geen grote wijzigingen in dat bedrag. Dan wat de andere work packages betreft. Ik heb al gezegd dat van project management is een apart onderdeeltje met andere vragen. Hier zijn de vragen specifiek gericht op uw activiteit in zijn geheel. En dan straks komen we ook nog terug op de deelactiviteiten. Dus er staan de eerste vraag, ja, de work package, de titel daarvan, die zal u volgens mij niet kunnen aanpassen, maar die staat daar standaard ingevuld. En dan de vragen daaronder, de twee, waar zo'n blokjes staan, daar staat eigenlijk de tekst ingevuld uit uw aanvraag. Het is niet de bedoeling dat u die tekst laat staan. Dus u zal de tekst moeten aanpassen, actualiseren voor elk van uw work packages. Hetzelfde voor die vraag eronder. Dus eerst over de specific objectives van het project. Hoe die bijgedragen hebben tot het hogere doel van uw project op zijn geheel. En dan, wat is het voornaamste resultaat van uw work package? Dus het is zeer belangrijk dat u dat toelicht en actualiseert, zodat u niet zomaar zegt van we houden die tekst uit de aanvraag, want dan keert uw eindrapport gewoon terug naar u. En zullen wij u vragen om dat toch nog te actualiseren. Wij hebben gemerkt dat er een aantal problemen zijn momenteel met het opslaan, het automatisch opslaan van tekst bij rapportering. Dus ga zeker een backup maken van al de teksten die u hier invult. Zodanig dat als u terugkeert naar het venster en u ziet dat alle tekst verdwenen is, dat u niet opnieuw moet beginnen. Wij hopen dat tegen de tijd dat jullie moeten rapporteren, dat dat probleem van de baan zal zijn. Maar goed, we zijn bezig sinds 2021. Het is duidelijk nog niet helemaal in orde, dus ik ga er niet zomaar van uit. Dan verder, welke kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren heeft u gebruikt om de kwaliteit van uw resultaat te meten? Dus dat gaat heel concreet gaan over wat heeft u waarneembaar kunnen vaststellen over de resultaten van uw project. Zijn er genoeg mensen die hebben deelgenomen of gebruik gemaakt van uw product dat u gemaakt heeft? Zijn er genoeg deelnemers geweest aan een training die u georganiseerd heeft, wat uw plannen ook waren, heeft u kunnen vaststellen dat die geslaagd zijn?
verder de taken en de verantwoordelijkheden van alle partners voor dit work package. Daar mag u ook even iets over zeggen. U zal zien dat hier in de bovenhoek cijfers staan. 2000, dat wil zeggen het aantal tekens dat u mag gebruiken om die vraag te beantwoorden. Dus voor sommige vragen zal u eigenlijk vrij beknopt moeten zijn om alles gezegd te krijgen. Wees daar niet te kort in. Onze externe experten moeten ook nog iets kunnen doen met uw antwoord, daar iets uit kunnen concluderen. Maar wees er u van bewust dat het aantal tekens dat u heeft om de vraag te beantwoorden beperkt is. Dan zijn er nog twee vragen daaronder. Hoe heeft het bedrag dat u voor deze activiteit heeft gekregen, hoe heeft dat bijgedragen aan het behalen van het resultaat? En heeft u dat op een kosteneffectieve manier gedaan? En kan u even de resultaten beschrijven en hoe die eventueel verder kunnen uitgedragen worden naar een groter publiek? En als u dat gedaan heeft, dat verder uitdragen, hoe heeft u dat dan juist gedaan? Dus voor Erasmus Plus is zeer belangrijk dat wij dat de resultaten een zo breed mogelijk publiek kunnen bereiken. Dat is het hele doel eigenlijk van zo'n K2-project. Dat het een maatschappelijke nood kan lenigen en dat daar andere organisaties ook iets kunnen uithalen voor hun eigen praktijk. Dan, onder die vraagjes die u dient in te vullen, zullen ook alle onderdelen van uw workpackage, de verschillende activiteiten van uw workpackage, verschijnen in een tabel. Ook daar, voor elke activiteit, zal u opnieuw moeten invullen wat er daarvan gekomen is, van die activiteit. Dus u ziet hier opnieuw die groene icoontjes. Via daar zal u dat kunnen aanvullen. En als u op een groen icoontje klikt, dan krijgt u dit venster te zien. Dus dat is een heel stuk beknopter qua toelichting. Daar zal vooral achieved results moeten ingevuld worden. Ik denk niet. Ja, misschien dat u de data nog kan aanpassen van uw activiteit. Dat mag, dat kan. Zolang dat die binnen de projectperiode vallen. En de achieved results, ja, wij gaan vooral willen zien wat u daar beloofd heeft voor die specifieke activiteit van uw workpackage. Is dat gerealiseerd? En het is altijd fijn als u daar iets meer over kwijt kan dan gewoon behaald. Dat is een beetje heel beknopt. Stel dat er kleine wijzigingen zijn gebeurd, dan mag u dat altijd nog even toelichten in dat venster. Ik zie daar geen aantal tekens, aantal maximum tekens, maar ik vermoed dat die daar ook een maximum op staat, alleen weet ik niet in hoeverre dat het geval is. Dus dat zal u moeten ondervinden. Mocht u daar problemen mee ondervinden, mag u dat altijd melden bij ons. We kunnen altijd eens navragen of er een technische beperking is of een technisch probleem. Excuseer. Dus tot zover het menu item work packages. Als die work packages volledig zijn ingevuld, dan zal u die tekst ook zien verschijnen in uw rapportformulier. Dat vindt u onder het item reports, het onderste onderdeeltje. Daar zijn eigenlijk twee mogelijkheden als u op die reports klikt. Het kan zijn dat u of een collega al eens gekeken heeft naar het final report. En dan staat daar al een groene knop met edit draft. Die zal u straks zien. Maar in de meeste gevallen, als er nog geen rapport is geopend voor dit project, dan staat er generate beneficiary report. Eens u daarop klikt, krijgt u het volgende scherm te zien. En daar vindt u ook een tijdslijn van hoe het gesteld is met uw rapporteringscyclus. Dus
Op dit moment is er in de draft van het voorbeeld nog niet ingevuld. Dus er staat nog geen percentage van hoeveel, voor hoeveel procent het rapport is ingevuld. Als daar 100% staat, dan zal u normaal gezien in staat zijn om het rapport ook in te dienen. Pas zodra u dan het rapport heeft ingediend, zal u onder nummertje 2 in de tijdslijn Submission in Progress zien verschijnen of zien oplichten. Weet dat dat pas verdwijnt wanneer we effectief uw rapport hebben nagekeken en gezien dat alles volledig is. Pas dan staat het op Submitted. Dus sla niet in paniek als het blijft haken op Submission in Progress. Dat wil gewoon zeggen dat wij het nog niet hebben nagekeken voor ontvankelijkheid. We krijgen daar elke zoveel tijd een vraagje over. Dus dat is geen reden tot paniek. Dat is normaal. Dan als u het rapport heeft geopend, u heeft op de Edit Draft knop geklikt, dan krijgt u dit scherm te zien. In de linker kolom vindt u alle onderdelen van het rapportformulier terug. Daar gaan we straks heel eventjes over gaan. En u krijgt dus in eerste instantie de context van uw project te zien. Maar dat zijn eigenlijk gewoon gegevens die overgenomen zijn uit uw aanvraag. U kan daar niets op aanpassen en dat hoeft ook niet. U ziet ook naast sommige onderdelen van het menu een groen vinkje staan. Die vinkjes willen zeggen dat daar genoeg gegevens zijn ingevuld om het rapport te kunnen indienen. Wanneer er nog een kruisje staat, wil dat zeggen dat u daar nog vakken moet invullen die verplicht zijn om in te vullen, vooraleer u verder kan met de indiening. Als alle items een vinkje hebben, dan zal u pas effectief op de groene knop Start Submission Process kunnen klikken. Eerder niet. Naast die groene knop Start Submission Process staat er ook een blauwe knop PDF. Die stelt u in staat om een PDF te trekken van uw rapport zoals het op dat moment klaar staat in de tool. Wij raden u ook aan om dat te doen vooraleer u het rapport indient. Zo heeft u altijd een versie van het ingediende rapport voor uzelf. Want u zal daar niet meer in kunnen als u het rapport heeft ingediend. Dat kan ook handig zijn om het rapport door te sturen naar collega's in het buitenland bijvoorbeeld. Dus dan gaan we even aan de slag in het menu. En het eerstvolgende item is de Project Summary. Daar zal u 4 vragen zien staan. Background, Objectives, Implementation en Results. Die vragen zullen samen eigenlijk de samenvatting van uw project vormen. Dus dat zijn de 4 paragrafen van uw project summary, van uw project samenvatting. Die zullen gepubliceerd worden op het Project Results platform van zodra uw project afgewerkt is bij ons. Dus het is zeer belangrijk dat die tekst een doorlopende tekst is. De 4 vragen naar elkaar, dat dat samen 1 doorlopende tekst vormt. Dat dat ook geen tekst is die uit bullet points bestaat, of toch zeker niet volledig. En dat dat iets is dat iedereen kan begrijpen. Dus u zet daar niet zomaar afkortingen in die u dan niet verklaart. Ook al zijn dat zeer voor de hand liggende mensen, voor Vlaamse mensen bijvoorbeeld, zoals het ASO of het BSO. Wij weten wat dat betekent, maar ligt dat even toe als dat in die tekst wordt gebruikt. Dus probeer die tekst zo begrijpelijk en toegankelijk mogelijk te maken voor iemand die niet betrokken was bij uw project. Dit is ook iets dat we nakijken wanneer wij uw eindrapport ontvangen. Merken we dat daar toch zaken in staan die niet correct zijn of die een aanpassing vergen, dan gaan wij het rapport terugsturen naar u en krijgt u nog de kans om het aan te passen. Het volgende stukje is Project Description. Dat zijn de vragen daaronder. Daar gaat u
de prioriteiten moeten aanduiden waar uw project rond gewerkt heeft. Normaal gezien, in 99% van de gevallen, zouden dat dezelfde moeten zijn die u in de aanvraag heeft aangeduid. Dat lijkt ons zeer logisch, gezien dat dat de reden was waarom u het project deed. Is er nu toch iets in veranderd, dan zou u dat zeer goed moeten toelichten. De vakken die voorzien zijn om dat toe te lichten, daar staat geen verplichting van tekst bij. Dat wil niet zeggen dat dat voor ons oké is als u daar niks inschrijft. Wij zouden heel graag weten wat er nu eigenlijk van de prioriteiten gekomen is in uw project, nadat u het heeft uitgevoerd. Dus schrijf daar alsjeblieft een tekst over hoe die prioriteiten teruggekomen zijn in de praktijk in uw project van de afgelopen jaren. En op die manier zal onze expert ook beter kunnen inschatten in hoeverre dat uw project geslaagd is. Dus er is geen verplichting om daar iets in te schrijven, maar doe dat alsjeblieft toch. De project description, dat zijn een drietal vraagjes die daar nog over gesteld worden. Voornamelijk pijlen die naar de doelstellingen en of dat die behaald zijn. De resultaten die je ging maken, zijn die gemaakt? En zijn er eventueel een aantal zaken die je toch verder wil toelichten? Dingen die extreem goed zijn meegevallen, dingen die minder goed zijn meegevallen. Zodanig dat wij ons een goed beeld kunnen vormen van hoe het project op zijn geheel geslaagd is voor u. Dan de prioriteiten. In hoeverre heeft het project bijgedragen aan het behalen van de prioriteiten? Dat gaat eigenlijk nog een beetje terug op de vorige dia ook. Dus daar gaat u er sowieso toch nog eens op moeten ingaan. En dan in hoeverre dat het project innovatief was en een aanvulling vormt op reeds bestaande projecten, reeds bestaande inhoud. Dus ook daar willen wij ons graag een beeld van kunnen vormen. Dan gaat u hier opnieuw het Work Package 1, Project Management, tegenkomen. En gek genoeg staan daar nog eens een reeks andere vragen die ook over dat Work Package gaan. Hier gaat het dan bijvoorbeeld over hoe de samenwerking is geweest met de partners. Hoe je opnieuw dat time management, maar dat heeft u eigenlijk al ingevuld ook in het andere item. Zijn er nog zaken die u wil opmerken over het proces van samenwerking binnen het project? En wat zou je aanpassen naar de toekomst toe, moest je het project nog eens opnieuw doen? Dan, als er moeilijkheden zijn geweest in het project, beschrijf wat er is misgelopen, maar beschrijf daar ook vooral bij hoe u het dan heeft aangepakt om die problemen of die moeilijkheden te overwinnen. Dat is eigenlijk eigen aan eender welk project dat enkele jaren loopt. Er komt u altijd wel dingen tegen die niet helemaal voorzien waren. Dat is ook niet erg. Maar wij willen wel weten hoe u daar dan mee omgegaan bent. Dus het is een belangrijke vraag die wij zeer graag beantwoord zien. Dan heeft u de online platformen gebruikt van Erasmus+. Daar doelen we dan op Epale, de School Education Platform, eTwinning. Heeft u daar iets van gebruikt? Europass kan daar trouwens ook bij horen. Als u dat beloofd heeft in uw aanvraag, zou het kunnen dat u het misschien niet gebruikt heeft. Maar ook dan raden wij u aan om daar iets over te schrijven. Bijvoorbeeld, waarom heeft u het niet gebruikt? Als daar niets over staat, want het is niet verplicht dat veld, maar als daar niets over staat en u had plannen om daar iets mee te doen met die platformen, ja, dan stellen wij ons daar natuurlijk vragen bij. En het is misschien een negatief punt op uw evaluatie, indien u daar helemaal over zwijgt. Dus
besteed daar de nodige aandacht aan. Vervolgens willen wij graag weten hoe u zelf uw projectmanagement scoort. Daar zal u dan een cijfer moeten geven tussen 1 en 10. En graag hadden wij daar ook een kleine toelichting bij. Dat moet geen roman zijn dat u schrijft, maar ja, één zinnetje zal niet voldoende zijn. Dus probeer daar toch enige duiding bij te geven, gebaseerd op al hetgeen wat u daarvoor heeft geschreven. Het volgende item uit het menu is implementation. En daar zal u eigenlijk alle informatie zien staan die u al ingevuld heeft voor de andere work packages. Dus daar gaat u in het rapportformulier eigenlijk niets meer over kunnen schrijven. Dat is gewoon wat onze experten zullen lezen in uw rapport over de verschillende work packages. Maar omdat dat zodanig gedetailleerd kan zijn, is dat opgenomen in dat aparte onderdeeltje work packages dat u invult naast de tab reports. Dus dit onderdeel wordt automatisch ingevuld. De volgende is participants recognition. Daar staat standaard no ingevuld. Wil dat zeggen dat dat voldoende is? In sommige gevallen wel, als u inderdaad geen Europass, UTPass, ECTS enzovoort certificaten heeft gebruikt in uw project, dan mag je die no laten staan en dan wordt er verder niets meer van u verwacht. Stel dat u dat wel heeft gebruikt en u vult yes in, dan zal het ook niet meer voldoende zijn om enkel de yes te laten staan. Dus dan zal u dat moeten toelichten. Maar standaard staat daar al een vinkje in het menu. Kijk wel goed na of dat inderdaad op no mag blijven staan voor uw specifieke project. Het volgende onderdeeltje is follow-up. Ook de commissie wil graag weten in hoeverre het programma tegemoet komt aan de voorwaarden om op een succesvolle manier een project tot een goed einde te brengen. En daarvoor willen ze graag een beetje feedback. Dus hier is uw kans om die feedback te geven. Het programma is verre van helemaal afgewerkt of perfect. Maar hier is wel een kans om even aan te geven waar u toch het meest heeft over gestruikeld. En daar kan u ook aangeven in hoeverre dat een obstakel is geweest voor het slagen van uw project. Besteed hier de nodige aandacht aan en wie weet wordt het in de toekomst ook eenvoudiger voor u en ons om aan zo'n project deel te nemen en om dat tot een goed einde te brengen. Dan komt het onderdeel impact. Sommigen onder jullie hebben misschien al eens een impactsessie gevolgd bij EPOS. Deze vragen onder impact en ook onder de volgende onderdelen van het menu follow-up gaan daarover gaan. Dus dit is eigenlijk wel een groot deel van uw rapport waarop belangrijke stukken van uw score gebaseerd worden. Impact, wat was de impact van uw project op participanten, op de organisaties en de doelgroepen en de stakeholders die u voor ogen had? Dus kijk eens in uw aanvraag. Wie had u daarvoor in gedachten en heeft u die bereikt? En dan ook regionaal gezien, hoe ver is uw impact doorgedrongen? Tot welke level? Probeer over elk level iets zinnigs te schrijven. Stel dat u op international level niet veel gedaan heeft, en dat was ook de doelstelling niet van uw project, dan kan u dat ook gewoon aangeven. Dat is geen probleem. Kijk vooral, wat hebben wij beloofd in de aanvraag? En zijn wij zover geraakt? Of hebben wij zelfs onze verwachtingen overtroffen? Dat kan perfect.
disseminatie en het gebruik van de projectresultaten. Hoe heeft u de resultaten naar buiten gebracht? Naar wie heeft u de resultaten naar buiten gebracht? Aan wie heeft u die gecommuniceerd? Heeft u bepaalde doelgroepen bereikt of op zijn minst proberen te bereiken? Is dat gelukt? Wat voor activiteiten heeft u daarvoor uitgevoerd? Dat kan gaan van flyeren aan de schoolpoort tot een projectwebsite of een projectpagina op uw eigen website. Dat kunnen persberichten zijn, dat kunnen events zijn, een ouderavond, eender wat. Dus probeer daar zo volledig mogelijk te zijn. Ik weet dat er maar 3000 tekens zijn. Excuseer. Weet dat u ook materialen die u heeft gebruikt kan opladen. Een stukje voorzien. Dus als u die materialen gewoon graag wil delen, om te laten zien wat uw inspanningen zijn geweest op dat vlak, dan kan u dat kwijt in het Project Results platform. Dan de open access requirements. Het is zo dat de resultaten van uw project betaald zijn, op zijn minst deels door het Erasmus Plus programma. In ruil daarvoor vraagt Erasmus Plus om die resultaten vrij beschikbaar te maken. Dus heeft u dat gedaan en heeft u daar eventueel limieten op gezet? En op welke manier zijn die limieten daar dan opgezet? En waarom? We willen dat zeer graag weten. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij wetenschappelijke artikels die uit een project zijn voortgevloeid, is dat al gebeurd, dat daar bepaalde limitaties op staan op de publicatie daarvan. Dat kan u hier eventueel aangeven. Probeer er zo weinig mogelijk barrières op te werpen. Het is tenslotte in het belang van iedereen dat uw goede resultaten door iedereen kunnen gebruikt worden. U heeft er veel werk in gestoken. En dan... dus... Daar ben ik het even kwijt. How did you see the potential to use this project's approach and results in other projects on a larger scale? Or in a different field or area of knowledge. Dus wie ziet u uw project eventueel gebruiken om verder mee te werken? Wat is het potentieel van de projectresultaten die u tot nu toe heeft opgeleverd? Sommige mensen zullen misschien nog plannen hebben voor een opvolgproject. Dat kan u daar bijvoorbeeld in kwijt. Maar het kan ook zijn dat uw project een hiaat heeft ingevuld. Dat moest ingevuld worden vooraleer men verder kon met een groter plan op grotere schaal. Ook dat kan u daar aanvullen. Het zal misschien niet voor iedereen meteen duidelijk zijn in hoeverre dat daar nog verder mee kan gewerkt worden. Maar doe een inspanning om daar een realistische inschatting van te maken. Ook hier weer kan u dan voor uw impact en disseminatie inspanningen kan u een cijfer geven aan uzelf en even toelichten waarom u vindt dat u dat goed gedaan heeft. Het is altijd een goed idee om ook weer terug te grijpen naar wat u in de aanvraag heeft beloofd en in hoeverre u dat heeft bereikt. U kan daar ook ingaan op in hoeverre uw disseminatieactiviteiten succesvol waren in het uitdragen van uw project bijvoorbeeld. Dus er zijn verschillende zaken die u daar toch even kan meegeven. Duurzaamheid. Het is zo dat wij hopen dat uw project na afloop niet gewoon in een archiefkast zal belanden, al dan niet een digitale versie daarvan. Dus we willen heel graag weten wat er na het project nog verder zal overblijven van wat u in het project heeft gedaan. Dat kunnen ook niet tastbare zaken zijn, zoals bijvoorbeeld collega's die meegegaan zijn naar het buitenland, die daar veel hebben geleerd, die dan hun nieuwe verworven vaardigheden in de praktijk brengen. Dat kan zijn dat u een nieuwe opleiding heeft gemaakt en dat die nu in de praktijk wordt gebruikt.
Dus dat kunnen heel uiteenlopende zaken zijn. Kijk ook eens naar uw aanvraag. Misschien had u daar al plannen om die duurzaamheid in te bouwen en heeft u die ook tot uitvoering gebracht. Een voorlaatste element, als ik me niet vergis, is het European Language Label. Dit is waarschijnlijk niet voor iedereen van toepassing, maar projecten die bezig zijn met taal, zij kunnen zich kandidaat stellen voor het European Language Label. Dat is een wedstrijd voor projecten. Het is zo dat dat language label nog niet zo lang bestaat. Het heeft ook nog niet zoveel bekendheid. Dus het kan best zijn dat u in aanmerking komt. Als u een project heeft dat met taal te maken heeft, kan dat al voldoende zijn om eigenlijk genomineerd te zijn voor zo'n label. Als u daar op yes klikt in plaats van de no die er nu staat, dan zal er zich nog een menu met enkele vragen uitklappen. Dus dan zal u nog een aantal extra vragen moeten beantwoorden om de nominatie te kunnen doen. Specifieke informatie over de criteria van het language label. Dus als u iets met taal gedaan heeft in een project, aarzel niet om daar yes te antwoorden. En wie weet krijgt u wel heel wat visibiliteit, ook na uw project nog, voor het werk dat u er heeft ingestoken. Ten slotte nog de annexes. Het is zo dat u verplicht bent om uw Declaration on Honor toe te voegen. Dat is een document dat u kan downloaden, via de witte knop die u in beeld ziet. Dat is eigenlijk het formulier waarmee u het rapport ondertekent. Dus de legal representative die u heeft ingevuld op uw aanvraagformulier. Dienstnaam zal op dat document normaal gezien al verschijnen. En dan is het voldoende om die persoon te laten tekenen. Dat kan digitaal of fysiek en terug ingescand. En dan kan u via de blauwe knop Add the Declaration on Honor het document terug uploaden. Steek daar niet de Declaration on Honor van uw aanvraagformulier bij. Ook dan zullen wij u vragen om opnieuw in te dienen met het juiste document. Dus hier downloaden, laten ondertekenen en opladen voor het final report. U kan ook nog andere documenten toevoegen, maar voor dit soort projecten met een lump sum zijn er eigenlijk geen andere verplichte documenten die u nog bij het eindrapport moet toevoegen. Bewijsstukken zoals facturen en dat soort dingen houdt u bij, maar worden niet standaard opgevraagd bij het final report. Enkel als u uitgeloot bent voor een audit, dan zullen wij dat soort documenten ook opvragen. Maar dat zal via een andere weg gaan, dus dat hoeft u niet bij uw eindrapport te stoppen. Wat u daar wel nog kan aan toevoegen, zijn bijvoorbeeld illustraties, schema's, plannen die u gebruikt heeft voor uw project management, die niet voor publicatie zijn, want alles wat u op Project Results Platform oplaadt van resultaten, is voor publicatie, tenzij expliciet aangegeven. Maar hier kan u echt interne documenten die u gebruikt heeft om hetgeen dat u in uw rapport heeft geschreven te ondersteunen of te illustreren, nog toevoegen. Dat is niet verplicht. Zorg ook dat daar geen informatie in staat die we nergens in uw eindrapport kunnen vinden. Het is zeer belangrijk dat alle tekst in uw eindrapport, dat die volledig is. De documenten die u daar eventueel nog bijvoegt, zijn extra's, maar maken eigenlijk officieel geen deel uit van het rapport zelf. Dus daar mogen we niet op beoordelen. Dan, als u gaat indienen, vinkt u nog even de checklist af. Dat is om zeker te zijn dat u niets bent vergeten vooraleer u indient. Het voornaamste dat we al een paar keer hebben laten vallen, is: heeft u de relevante resultaten op het Project Results platform opgeladen? Niet alleen opgeladen, maar ook ingediend. Dan het volgende: alle noodzakelijke informatie in uw project
zit ingevoerd in de beneficiary module, dus ofwel in die work packages omgeving, ofwel in het rapportformulier zelf. En dan het rapportformulier is vervolledigd in een van de reglementaire talen die aangegeven zijn in een grant agreement. In 99% van de gevallen is dat het Engels, maar als ik me niet vergis, zijn het eigenlijk alle Europese talen die in aanmerking komen. Wij raden voornamelijk aan dat u het rapport opmaakt in de voertaal van het project, die al uw partners ook kunnen begrijpen. Dan, alle relevante documenten zitten in bijlagen. Die Declaration on Honor is de voornaamste. Necessary supporting documents, zoals ik daarnet aangaf, zijn niet verplicht. We hebben geen andere verplichte documenten bij het eindrapport. En dan heeft u eventueel een kopietje gemaakt, die PDF-knop die ik daar aan het begin heb vermeld. Heeft u een versie gedownload van uw rapport vooraleer u het gaat indienen, zodanig dat u ook nog een versie heeft. Dan zijn er nog een aantal vakjes daaronder. Alle mandatory fields zijn ingevuld. Dat zijn die vakjes met een rood kruisje bij. De work packages zijn compleet ingevuld. Dus daar ga je best nog eens gaan kijken naar het onderdeeltje work packages. Of je daar zowel de vragen bij het work package als bij alle activiteiten zeker heeft ingevuld. U heeft de Declaration of Honor opgeladen. U heeft de checklist aangevuld. En participating organizations zijn gevalideerd geweest doorheen de projecttijd. Ja, normaal gezien, in 99% van de gevallen is dat zeker zo. Mocht daar een probleem mee zijn, dan zouden wij dat normaal gezien al aangekaart hebben. Dus sommige van die items, merk ik, zijn toch een beetje dubbel op. Maar goed, je moet alle vakjes hebben aangevinkt om te kunnen indienen. Dus, samenvattend, je gaat eerst alle resultaten van het project opladen in EPRP, het Project Results Platform. Daar dient u die resultaten ook in, want dat wordt vaak vergeten. Dan pas kan u de beneficiary module, in de beneficiary module het final report indienen. En als u ons dan nog eventjes iets laat weten via mail, dan gaan wij zo vlot mogelijk verder met het aanvaarden van uw eindrapport. Zo, dus ik denk dat ik alles heb gezegd, maar er is natuurlijk nog tijd voor vragen. Dus Wouter, ik weet niet of je ondertussen vragen hebt in de chat. In de chat is niet binnengekomen van vragen, maar ik zie wel dat er iemand de hand opsteekt. Ja, die persoon mag gerust de vraag stellen. Ja. Ik ben Loredana, bedankt voor de presentatie en sorry, ik was gefocust op jouw presentatie en kan niet op hetzelfde moment de vragen in de chat. Geen probleem. Ja, ik heb enkele vragen en mijn excuses in het begin. Dus we zijn in een lump-sum project, maar je hebt iets gezegd over een financieel beoordeling. Wat bedoelt dat? Omdat nu... Ja. Het is zo dat uw project beoordeeld wordt onderdeel per onderdeel. De kwaliteit van alle onderdelen van het project worden beoordeeld. Als die kwaliteit niet toereikend zou zijn, dan kan het zijn dat daar een procentueel deeltje van afgehouden wordt. Dat is alleen als het echt niet goed is. Hè? Dus als u alles heeft uitgevoerd zoals het voorzien was in uw aanvraag, is die kans bijzonder klein dat daar procentueel iets van afgetrokken wordt. Stel nu dat er toch om een of andere reden iets onvolledig is uitgewerkt en de uitleg die daarbij gegeven is door u, daar zitten gaten in volgens onze experten.
pas dan zal er eventueel lager gescoord worden en is er een kans dat er een deel van het bedrag geschrapt wordt. Maar dat is echt nog altijd een beoordeling op kwaliteit. Dus zolang de kwaliteit de minimumdoelstellingen behaalt, zou daar niets mogen afgaan van dat bedrag. Oké. Over de time management. Wil dat zeggen dat wij moeten de uren dat ieder partner in het project, dus de uren, de werkuren, registreren? Of wat, over wat gaat de time management? Niet per se. Time management gaat er vooral over, in die vragenreeks dan, dat u goed heeft opgevolgd of u nog op schema zit. Dus hoe heeft u de partners bij de les gehouden om uiteindelijk uw resultaten op tijd af te krijgen? Dat gaat niet zozeer over hoeveel uren heeft elke werknemer gewerkt om de resultaten te maken. Dat is een detailniveau die wij voor de meeste projecten niet gaan bekijken. Alleen als daar een check op komt op uw project en u heeft daar een zeer groot deel van het budget gedetailleerd aan besteed, aan die werkuren, dan gaan wij toch eens vragen van hoe bent u nu nagegaan of er inderdaad uren genoeg gepresteerd zijn om dat bedrag te gaan rechtvaardigen. Maar ook dan gaan we niet in die detailgraad erop ingaan dat wij echt lonen gaan vergelijken of zo. Dat is niet expliciet niet de bedoeling van dit programma. Okay, maar duidelijk. Het hangt een beetje af hoe u zelf eigenlijk gebudgeteerd heeft. Dus als u daar heel gedetailleerd in uw budget werkuren heeft uitgewerkt, probeer dan ergens een inschatting te kunnen maken. Dan kunnen wij dat genoeg aantonen dat daar dat werk is ingekropen. Maar ja, wij gaan dat niet gaan zitten uithalen zoals we dat vroeger deden met de timesheets. Dat is voor die lump sum projecten echt niet meer de bedoeling. Oké. Dan de volgende vraag. Ik heb de knop gezien, edit draft. En jij hebt gezegd dat collega's kunnen checken, het rapport checken, maar hoe zullen die collega's toegang hebben aan het platform? Momenteel zit enkel ik en een andere collega, maar die collega is niet die collega die zal het eindrapport verbeteren, bijvoorbeeld. Ja, dus in de beneficiary module heeft u een van die menu-items was associated persons. Daarin staat eigenlijk de lijst van de contactpersonen die u in de aanvraag allemaal heeft ingediend. En de personen van uw eigen organisatie hebben normaal gezien edit-toegang, of toch zeker de primary contact person en de legal representative. Voor de rest zou je het eens moeten nakijken. En daar kan u ook als primary contact person toegang geven. Dus u kan de toegang van bestaande contactpersonen bewerken. Dat is weer met dat potlood-icoontje. Of u kan daar zelfs mensen aan toevoegen. Dat is via een blauwe Create-knop in de rechterbovenhoek. En daar kan u dan een persoon zijn of haar gegevens invullen en de toegang toekennen, ofwel om te lezen ofwel om te bewerken. Normaal gezien hebben al uw partners in het project leestoegang. Wij geven ook het advies om partners in het project geen edit-toegang te geven, omdat u de eindverantwoordelijke bent voor het financieel beheer van het project. Stel dat zij daar iets in wijzigen, waardoor uw financiële de zekerheid van het financiële luik in het gedrang komt, ja, dan kunnen wij daar niets meer aan doen. Ze hebben edit-toegang gehad en dan, ja, kan iemand zomaar uw rapport bewerken en heb je daar geen controle meer over. Dus wij raden aan om het vooral bij leestoegang te houden en dan via mail of via andere kanalen hun bijdragen te verzamelen. Oké, dat is belangrijk, omdat momenteel ik ben die enige die die platform ziet, maar niet die andere. Dus ik moet altijd naar die andere partners. Ja, die andere partners kunnen normaal gezien inloggen en kijken naar het rapport. Maar ze kunnen niet bewerken. Niet bewerken, maar oké, dan ik zal het opnieuw met de partners. Die andere vraag gaat over die platformen, verschillende platformen.
En voor mij is het de eerste keer dat ik over die platformen hoor, omdat ik werk niet met die platformen. E-Pail, en waar waren die andere? Heb ik European School Education Platform, e-twinning, heb ik het goed begrepen dat we moeten die platformen ook gebruiken voor het project? Nee, u bent niet verplicht om die te gebruiken, maar dat zijn platformen die de Europese Commissie ter beschikking stelt. Sommige aanvragen maak je daar melding van dat ze die platformen gaan gebruiken. En als zij dat gezegd hebben dat zij dat gaan doen, dan willen wij ook weten of dat gebeurd is. Maar heeft u dat niet aangegeven in uw aanvraag, dan mag u dat gewoon op no laten staan. Of mag u gewoon zeggen van wij hadden geen plannen om dat te gebruiken. En dan, ja, dan is dat niet aan bod gekomen. En is er een link naar de impactsessie? Omdat die sessies zijn echt nuttig. Ja, wel, op onze website kan u normaal gezien bij projectuitvoering een tegel impact vinden. En daar vindt u een link naar de tool, naar de impact tool die geoefend wordt eigenlijk in de sessies die we één keer per jaar inrichten. Dus daar kan u eigenlijk mee aan de slag met uw andere partners. Aha, oké. En de Declaration on Honor, de formulier staat ook op het EPOS-platform of staat het op een andere? Nee, dat gaat u downloaden in het report form zelf. Dus daar, als u daar op de knop klikt, dan gaat hij automatisch het formulier laten verschijnen en kan u dat downloaden. Oké. En het laatste over de documenten dat wij nog kunnen toevoegen aan het rapport. Moest ik ook deelnemerslijsten? We doen een cursus of screenshots van de deelnemers? Nee, oké. Dat houdt u bij. En stel dat er een check gebeurt, pas dan gaan wij zo'n zaken controleren. Maar dan gaan wij dat via een andere weg vragen. Dus u hoeft dat niet bij uw eindrapport te voegen. En evaluatie, omdat we hebben ook zo'n questionnaire gedaan, moeten dat misschien daar? Of is ook u mag voor ons... dat daarin steken als u daarnaar wil verwijzen vanuit uw tekst en u wil dat er illustratie toevoegen, dat mag. Oké, super, prima, dank. Hartelijk dank. Die waren veel vragen. Graag gedaan. Hartelijk dank. Ja, nee, geen probleem. Dat is zeker ook voor de andere deelnemers nuttig. Ik zie hier ook nog een vraagje in de chat staan. Ja, er was een vraagje van Eva, die vraagt hoeven de andere buitenlandse partners in het project zelf niet in te dienen via de beneficiary module? Wel, het is zo dat voor dit soort projecten dat de coördinator de enige is die het final report effectief indient. Maar het spreekt voor zich dat u de tekst en de inhoud eigenlijk opstelt samen met de andere partners. Dus zij moeten wel bijdragen om dat eindrapport te vervolledigen. Maar u bent degene die het eindrapport voor iedereen samen gaat indienen. Het is dan ook de bedoeling dat alle informatie die erin staat, geldt voor alle partners. Als er verschillen zijn tussen de partners qua impact of qua inspanningen en zo, probeer daar dan, in de mate dat het relevant is, toch een klein onderscheid te maken, zodanig dat onze experten ook kunnen inschatten wat de rol is geweest van elke partner in het project. Maar dat is alleen als u vindt dat dat echt een toelichting nodig heeft. Dat kan u zelf het beste inschatten. Dat is heel verschillend van project tot project. Is daarmee uw vraag beantwoord? Oké. Ik had ondertussen een korte aanvulling daar juist op het vraagje of je mensen kan toevoegen in de beneficiary module. Dus dat gaat, je kan personen toevoegen. Let er dan ook wel altijd op. Je moet dan een e-mailadres opgeven in de beneficiary module. En dan moet die persoon een EU-login aanmaken om te kunnen inloggen op de beneficiary module. Dat ze dat doen met hetzelfde e-mailadres als opgegeven is bij de contactpersoon. Dus dan met een ander e-mailadres dan gaan ze geen enkel project zien verschijnen. En we krijgen daar regelmatig toch vragen over. Dus let erop dat dat dan hetzelfde e-mailadres is. Dat klopt, inderdaad. En dat zou ook soms kunnen verklaren waarom partners niet in de beneficiary module geraken. Misschien proberen zij in te loggen met het verkeerde e-mailadres. Dus check eens of het e-mailadres dat u in de beneficiary module
bij die Associated Persons ziet staan, of dat ook het mailadres is waarmee je partner probeert in te loggen. Want misschien is het daar het probleem en dan kan u het eenvoudig zelf aanpassen naar het juiste e-mailadres. Ik weet niet of er nog vragen zijn, maar als alle vragen beantwoord zijn, dan denk ik dat ik jullie ga laten. Ik hoop dat deze sessie nuttig is geweest voor iedereen. En mochten er achteraf toch nog vragen zijn, dan mag u altijd contact met ons opnemen, met mij of met Wouter. En dan gaan wij u verder helpen met uw specifieke vraag. Dus dan rest mij alleen nog om u veel succes te wensen met het afwerken van uw project en van uw rapport. En waarschijnlijk horen wij elkaar nog wel eens terug. Tot dan. Bye.